maken. Ja. Of hij doet het met links. Of komt het omdat hij nou met rechts aan het zwemmen? Jongens, dit is trouwens mijn nieuwe winterjas. Zie je weer wat beter slaapt? S'nachts. Nee. Zeg je nou niet? Zeg je nou niet? Goed zo. Lekker hè? Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben vandaag een dagje vrij samen met de kinderen en ik ben net wakker na een hele slechte nacht. Want echt jongens, Liano slaapt een paar dagen weer zo slecht. Zoveel huilen, niks is goed. Ik weet niet zo goed wat er aan de hand is. Heel misschien dat hij ook een beetje grieperig is, want daar ben ik laatst ook geweest. Ik heb een paar dagen echt onder de dekens gelegen met koorts, overgeven. Nou, ik bespaar jullie verder de details, maar wie weet... Heeft hij ook zoiets? Ik weet het niet. Het zijn even echt hele zware nachten. Maar goed, ik ben nu dus een dagje vrij. Dus het is nu even lekker bijkomen. Rustig aan doen. Even lekker chillen. Want als je dan zo'n slechte nacht hebt en ook moet werken. Dan ben je s'avonds zo toto. Wij sliepen echt al elke keer rond een uur of negen of zo dan. Maar goed, Milena ligt ook nog lekker in bedje. De basisschool gaat super goed. Maar ik merk ook voor haar dat het... lange dagen zijn, dus zij slaapt 's avonds ook vaak al best wel vroeg voor haar doen. En ja, als ze dan vrij is, dan slaapt ze ook een beetje uit. Maar goed, ik ben dus al lekker beneden met Liano. Liano zit lekker te ontbijten. Ik ga nu beginnen met een kopje thee. Ik heb al een wasje draaien, want de winterjas van Liano was erg vies. En nu een dagje de deur niet uit hoeven, kan ik die lekker wassen en dan gaat hij dadelijk de verwarming op. Dus ja, lekker een binnendagje vandaag. Misschien dat ik ook even de gordijnen ga wassen. Want dat wil ik nog steeds doen. Maar daar ben ik ook helemaal niet meer aan toegekomen. En ook helemaal geen zin in gehad. Omdat ik dus ziek ben geweest. En daarna die slechte nachten heb gehad. Maar goed, we gaan het zien. We starten even lekker op de bank met een kop thee. En we zien wel hoe het vandaag verder gaat lopen. Zo, en ook Milena is wakker. En... Oh, ze komt naar me toe gelopen. Ben jij vrij, mama? Ik zei ja. Ben ik ook vrij? Ik stik bijna. Ben ik ook vrij? Ik zei ja. Hoef ik niet naar school? Kind zit zo helemaal in het schoolritme. Maar goed, het gaat wel echt super goed, dus daar ben ik echt blij om. Ze heeft van de week ook zelfs een keer een kindje uit haar klas bij ons gespeeld. Dus dat was ook leuk voor de eerste keer. Vroegen ze op het schoolplein na een lange dag. Mogen we afspreken. Dus dat vond ik wel heel leuk. En Milena zelf ook. Maar dat was na een lange schooldag. En ik merk wel dat ze echt wel moe is na zo'n dag. Dus op een gegeven moment zaten ze boven te spelen. Waren ze disco aan het spelen. En toen lag Milena op een gegeven moment tot een week in bed. En dat kindje dat zat nog disco te spelen. Oh, Mileentje. Die moet echt nog aan bedden. Ja, even een boterhammetje voor Milena. Zou ik voor jou al wat fout maken? Kom, wat zullen we eten? Zal mama een banaantje voor jou pakken? Banaantje of een mandarijntje? Even kijken, lekker mandarijntje maken voor jou. Dus dat even maken voor de kinderen. Ik heb de tweede was erin zitten. Ik ben nu de jassen van mij en Milena aan het wassen. Kunnen die even allemaal op de verwarmingen. Dan zijn die gewoon allemaal weer schoon. Dus dat is wel fijn. Au. Want ik wil die van mij ook te koop zetten. Omdat Clem dus laatst een nieuwe jas had gekocht. Mocht ik van hem ook een nieuwe jas? Nou ja, mocht ik. Ik vond het zelf ergens een beetje onzin omdat ik deze jas vorig jaar pas gekocht heb. Maar de kleur is wel echt heel besmettelijk. Het is... heel vaak de jas wassen met zo'n beige kleur. Het is een super mooie jas. Maar ja, hij is echt heel snel vies. Clem heeft dus een donkerblauwe jas gekocht. Dus nu heb ik ook een nieuwe donkerblauwe jas. Ik zal hem straks wel even laten zien aan jullie. Nou jongens, ik vind het zo schattig hè. Milena had voor de verjaardag echt heel veel nieuwe knutsel en tekenspullen gekregen. En kijk, zie nou samen zitten. Lily mag alleen met de potloodjes, hè? Doe je mooie tekening maken? Ja. Of hij doet het met links? Of komt het omdat hij nou met rechts aan het snoepen is? Ja. Dat heeft hij net zelf gepakt uit de kast.
Milena pakte al haar tekenspullen en hij doet ook gelijk de snoepjeskast in. Oh, het zou zomaar kunnen met links, want mijn moeder is ook links. Mijn oma was ook links. En Milena is mooi van Barbie, hè? En kijk, ze heeft dus dat van Barbie. Ze heeft hier een hele tekenblok en heel veel stickers alleen. Ben je blij mee, hè? Dus hun zitten lekker rustig te tekenen. En ik ga dan even lekker een stukje van een serie kijken. Nou, ik loop nog steeds in mijn pyjama. Maar goed, de wassen hangen op de wassen. Jassen hangen op de verwarming. Laat maar hangen die aan nu. Die liggen lekker te drogen. Daar achter de bank ligt die van Milena en die van hem in de gang. Dus die zijn dan weer lekker schoon. Ik ga heel even kijken. Kun je dat zo zien? Even die tablet schoonmaken. Ja, je krijgt zo die tablet terug. Ik ga hem even een keer schoonmaken, want dat is heel vies. En dan is het 11:30, dus dan ga ik zo eten maken. Ja, je krijgt hem terug. Eerst schoonmaken. Zo, die is weer mooi vrij. Wat heb jij? Een klein puisje. Laat zien. Ja, die kan je niet eruit halen. Wat moet je eruit halen? Die puisje, maar dat lukt niet. Nee, dat doe maar niet aankomen, schat. Ja, kijk eens, je tablet is weer schoon, jongen. Ik ruim eventjes dit op en dan ga ik dus even lekker boterhammen voor ons maken. Even lekker lunchen samen. Zo, maar eerst even die tafel opruimen. Ik ben pak elke keer die stift en ik vind dat echt gewoon doodeng, jongens. Zo, jongens, het is echt donker. Kun je een beetje zien zo? We zijn een paar uurtjes later en ik ben even lekker in bad geweest. Je kunt het zien, mijn haar is nog een klein beetje nat. Toen Liano in bed lag en met de frozen jurk uit. Echt waar, aan, uit. Nou, dat komt vandaag niet meer aan, hè? Nou goed, wat ik wil zeggen, ik ben lekker in bad geweest toen Liano net lag te slapen en Milena even op haar kamertje zat te spelen. Ik heb even het kastje opgevouwd en verder heb ik dus echt niet veel gedaan. Zoals ik dus al zei, van we hebben slechte nachten. Ik denk dat het vandaag een lekker rustig dagje wordt op mijn vrije dag. En dat is het ook geweest. Ik heb wel een wasje opgevouwen. Ik moet er zometeen nog eentje doen. Dus dat wil ik straks nog wel even doen. Liano heeft uitgevonden hoe die moet fluiten. Dus als je iemand hoort fluiten op de achtergrond, het is Liano. Maar goed, ik ben ondertussen even weer een lekker een vlogje aan het editen en het eten opzetten. Want wij gaan lekker even kijken. Nasi, bami, eten. Dus dan ga ik even lekker koken voor ons. En dan even de vaatwassen in. Uitruimen, inruimen. Moet ook allemaal gebeuren. Dus dat doe ik nou eventjes. Maar goed, even lekker heerlijk ontspannen dagje dus gehad. Dus dat is wel lekker. En ik merk echt dat Milena ook wel moe is van school. Dus die heeft ook gewoon lekker een relax dagje gehad. Lekker net op de kamertje zitten spelen. Liano heeft net lekker geslapen in de middag. Dus dat was even heerlijk. Nou koken. Even de vaatwasser doen en dan straks gaan we dus nog één wasje vouwen. En verder zien we het wel. We gaan in ieder geval niet de deur uit. De jassen die hangen lekker te drogen. Dus dat is fijn. Die zijn dan dadelijk ook weer allemaal schoon. Dus nu eerst maar eens even de kip gaan snijden. Terwijl ik hier in de keuken sta te koken. Lekker met pannetje. Bami, met een lekker eitje. Zit hier iemand gewoon al in de zak kroephoek te eten. Lily, ben je het doen? Hè? Wat ben je aan het doen? Dan hoor ik je niet, hè? Niet te veel chipjes, je moet ook zo eten, hè? Ja? Oh. Dan hoor je hem niet, dan is hij verdacht stil. Milena, heb je de schoentjes opgeruimd? Goed zo. Nou, nu is het even wachten op Glenn, die is bijna thuis. En dan kunnen we lekker eten. Nou jongens, we hebben heerlijk gegeten. Zoals je hoort zijn de kinderen lekker aan het spelen samen. Kijk eens staan. Nou, jullie zijn een beetje gekkies, hè? Maar kijk, ik heb lekker de tafel opgeruimd. Kaarsjes aan. Dat daar zijn nepkaarsjes. Nee, dat is een beetje rustig. Oh. Soms, hè, ben je echt blij als het kinderbedtijd is. Maar goed. Clem die is vanavond weg, dus ik ben alleen met de kinderen. Dus ik heb even een lekker kopje thee gemaakt. Ik ga even nog de bank op. Het is 6:30, dus binnen een uurtje gaan de kinderen al naar bed. Lekker allebei, want morgen moet Leentje weer naar school. Dus dan moet ze een beetje op tijd slapen. En Liano,
hoe dat nou weer vannacht gaat, ik weet het niet. Ik zit ook een beetje te twijfelen of ik hem niet voor het slapen ga. Misschien een zetpil moet doen. Want ja, overdag is hij dus ook best wel hangerig geweest en huilerig. Dus ja, zoals ik al zei, misschien heeft hij toch iets. Hè? Je weet het niet. En misschien dat hij en ik dan ook wel beter kunnen slapen als die een zetpil heeft gehad. Dus ik denk dat we dat gaan doen. Misschien een Clandy Boy aan. Maar ja, dat, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Hè? Liana, dadelijk een zetpil geven voor je hopelijk iets betere nachten. Mocht die niet zo lekker zijn. Ja. Ja. Maar goed, we zien het wel. Ik ga nou eerst even lekker een kopje thee drinken. En nog heel even met de kindjes op. En dan gaan ze zo lekker richting boven. Wow, de kindjes liggen lekker op bed. Die waren allebei heel snel vertrokken. Ik heb nog heel eventjes hier beneden een stukje film gekeken. En ik ga nou ook al naar boven. Het is nog vroeg, maar ik ben echt kapot. En ik hoop dat Liana vannacht een beetje beter slaapt. Maar dat ga ik jullie morgen vertellen. Morgen gaan we deze vlog verder maken. Milena moet dan weer naar school. Ik ga dan even boodschappen met Liana doen. Maar goed, jullie horen morgen hoe onze nachtjes lopen. Weet jullie dat ik nog iets met mezelf had afgesproken? De was. Ik vouw hem nou op. Ik kan het niet meer in de kast opruimen bij de kinderen. Maar dat doe ik morgen. Maar dan is het in ieder geval alvast opgevouwen. En dan ga ik lekker warm mijn bedje in. Ik heb trouwens nou ook weer mijn elektrische deken in bed. Want als ik zo alleen in bed moet liggen. Oh, ik krijg het niet warm. Nee, normaal kruip ik altijd lekker tegen Glenn aan. Maar die is er nou niet. Dus dan lekker elektrisch deekje aan. Lekker even het bedje warm maken. Ik de was opvouwen. En dan duiken we er heerlijk lekker snel in. Zoals je ziet is het hier 3:30 in de ochtend. En ben ik beneden. Want ik ga een flesje melk maken. Liana die was wakker geworden. Dus even een flesje warme melk opwarmen. En weer naar boven om hem deze te geven. Snel het flesje melk geven en dan weer weg en hopelijk nog wat slapen. Want hij drinkt hem dus gewoon zelf nu in bedje. Die hoef ik dan verder gelukkig niet te geven. Goedemorgen. We moeten weer naar school. Ga je wakker worden? Niet. Mama eerst aankleden. En dan Milena, goed. Hm? Nee. Nee. Wel joh. Lekker geslapen. Goed zo. Even wakker worden. Zo, goedemorgen jongens. Zoals jullie konden zien, werd Liana vannacht om 3:30 wakker. Oh. En ik dacht echt, oh nee, dan gaan we weer. Maar ik ging een flesje melk maken. En hij pakte die aan. En andere dagen pakte hij die al niet aan. Toen sloeg hij hem weg. En toen, toen bleef hij eigenlijk huilen. En ik ben niet zo dan dat ik op ga staan om 3:30 beneden ga zitten. Want dat vind ik echt te vroeg. Dus ik laat hem al in een bedje. Ik loop af en toe naar hem toe om te troosten en te laten weten van, mama, zie je, er is niks aan de hand. Maar hij dronk hem nou. En hij viel weer in slaap. Dus dat was teken over die andere nachten heel fijn en heel goed. Dus hopelijk gaat dat weer de goede kant op. Hij slaapt nu nog. Nou, dat is voor hem ook echt iets nieuws. Dat hij nog slaapt terwijl het wekker voor mij is gegaan. Dus ja, het enige nadeel is, ik lig zelf zo lang wakker. Zo lang. Dat is niet normaal. Normaal tik ik ook eigenlijk altijd Glenn dan aan. Van, sta jij even op. Want als hij dan die fles maakt en geeft. En normaal valt hij altijd gelijk weer in slaap. Maar afgelopen nachten niet. Daarom dacht ik, ik doe het nu ook wel. Want Glenn die moet werken en ik niet. Maar als Glenn de fles maakt, dan geeft hij de fles. Dan springt hij terug in bed. En binnen 10 seconden is de jongen weer vertrokken. Het is niet normaal hoe snel die jongen dan weer slaapt. Glenn, hè? Glenn. En ik, oh shit. Ik lig gewoon wakker tot Glenn's wekker gaat. En Glenn's wekker die gaat dus om 5:30. Toen ben ik daarna nog even in slaap gevallen. Maar ja, om 7:00 gaat mijn wekker weer. Dus ja, eigenlijk vanaf 4:30 ben ik wel weer heel veel wakker geweest. Terwijl Liana nou wel een beetje doorsliep.
Dus ja, dat is een beetje balen, maar ja, niks aan te doen, hè? Niks aan te doen, jongens. Maar goed, Milena moet vandaag weer naar school. Ik ben vrij. Ik ga dadelijk even gelijk met Liana boodschappen doen. Milena moet de hele dag naar school vandaag tot 3 uur. Dus dat is wel lekker. Dan kan ik misschien vanmiddag ook even weer even bijkomen. Oh ja, jongens, ik heb het vorige keer ook verteld. Parfumado. Als je deze code gebruikt, 7,50 euro korting. Als je maar 1 maand bestelt, dan kost het je maar 7,50 voor 1 zo'n ding. En je doet daar echt een hele maand mee. Als je 4 keer sprayt. Dus echt een tip. Geen spon, gewoon een tip. Dus ja. Nou, even Milena aankleden. Liano aankleden. Schoolpas, tas pakken. En dan gaan we weer richting school. En dan ga ik denk ik vanmiddag als Liano ligt te slapen ook gewoon weer even lekker zelf liggen. Als ik het nodig heb. Maar morgen moet ik wel weer de hele dag werken. Dus goed, we gaan het wel zien, jongens. Nou, eerst even Milena en Liano aankleden. Hi. Hi. Oh, allemaal vlekken van zijn Nesquik van gisteravond. Pa! Hi. Heb je op zich wel goed geslapen, hè? Mama, ze moeten even je bedje verschonen. Hé, hey, was je wel wakker, maar ging je wel doorslapen tot nu? Hi man. Hi manny. Ja, gaan we lekker aankleden? Gaan we je zus naar school brengen? Ga je met mama mee? Oké. Ja, mama wil je kleedjes klaarleggen. Zo, dan gaan we even lekker aankleden. Ja. Nou, de kindjes zijn beneden aangekleed. Ik heb brood genoeg gemaakt voor Milena. Ik heb een boterham, paprika, zo'n kaasstengel, een eitje, een mandarijntje en om 10 uur een kiwi. Dus ik ben benieuwd of ze het nu goed eet, want die 10 uur eet ze eigenlijk altijd wel helemaal op. Maar de laatste tijd had ze de brood echt een stuk slechter, terwijl de eerste week het echt goed ging. Maar goed, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen, dus ik ben benieuwd. Ik heb er nu dus ook een lekker eitje bij gedaan, omdat ze daar echt heel gek op is. En ik had elke keer deze beker mee. Die. Met mijn zus. Maar dat drinkt ze dan niet uit. Terwijl als ik deze doe, terwijl ik dit eigenlijk meer nog een babybeker vind, dan dronk ze hem wel helemaal leeg. Dus goed, ik doe dan maar gewoon maar weer deze. Want ik vind het wel belangrijk dat ze genoeg drinkt. Dus ja, even tas pakken, schoenen aan, jassen aan. De boodschappentas pakken, want ik ga dan dadelijk zo gelijk met Liana boodschap doen. Oké, 3 keer raden nu. Eventjes 5 seconden voor jullie om in de reacties te reageren. Wat denken jullie dat Liana aan het doen is? 5, 4, 3, 2, 1. En laat me ook even weten als je het goed had. Tada! Wat ben je er weer aan het doen? Ben je aan het stofzuigen? Oh, goed zo. Echt waar, jongens. Hij houdt zo van een stofzuiger. Maar goed, Lili is dus lekker aangekleed. Milena is aangekleed. Haar hebben we al mooi gevlochten. Dus we gaan lekker de school. Oh, jongens, de kleed. Hè? Oh, jullie zullen het moeten voelen. Het is zo zacht. Heerlijk. Maar goed, even lekker de jassen aan, schoenen aan, tassen pakken. En dan kunnen we let's go to school. Kijk jongens, dit is trouwens mijn nieuwe winterjas. Weer van Nikki, maar nu dus een blauwe kleur. Niet zo'n besmettelijke kleur, maar goed. Tassen. Mijn jas, schoenen aan. Kinderen zijn klaar. Ja, maar ik weet zo even niet waar die liggen, schat. En let's go to de auto. Zo, wij zijn weer thuis van boodschappen doen. En ik heb lekker een broodje voor Liana gemaakt. De boodschappen uitgepakt. En dan ga ik even lekker een broodje voor mezelf maken. Want ik begin nou wel een beetje honger te krijgen. Het is nou 9:50. Dus dat is mooi. Dan moet Liana zo meteen weer een beetje op tijd naar bed. Weer rond 11:00. Zodat we 3 uur meteen weer kunnen ophalen. Dus ja, dat is nu de planning. Eerst even wat eten en wat drinken, want daar heb ik wel honger van gekregen. Zo, en toen is de ochtend alweer bijna op. Het is bijna 12:00 en ik heb even wat lekker opgeruimd. Even wat dingetjes hier beneden gedaan. Liana zit lekker naar een filmpje te kijken, die heeft net lekker gespeeld. Ik ga nog even een boterham voor haar maken en dan ga ik hem dus zo naar bedje brengen. En dan gaat hij hopelijk weer even goed slapen totdat we Milena op moeten halen. De juf gaf aan dat ze vorige week 1 keer bijna wou bellen met een lange dag.
dat ze toen om 12 uur heel moe was. De brood ook niet wil eten. En dat, ja, dat heb ik wel een paar keer gezien in een broodtrommel. Die een paar keer niet op was. Dus ze zei, ja, ik twijfelde echt om te bellen. Dat was met overblijven om 12 uur. Maar in de middag krabbelde ze eigenlijk wel weer op. Dus ja, hebben ze toch niet gebeld op het laatste moment. Dus ja, ik moet het even in de gaten houden. Anders kan ik er ook gewoon een keertje thuis laten. Want ze is natuurlijk nog niet leerplichtig. Of een keer in plaats van een lange dag alleen een ochtendje. Maar goed, dat heeft ze op woensdag en op vrijdag ook altijd. Dus ja, we moeten het gewoon even een beetje in de gaten houden. Eerst even lekker een boterham aan Diana geven. En dan gaan we zo dus naar boven. En ik ga denk ik zelf ook eventjes wel ook even lekker liggen. Alles even tv kijken in bed of zo. Want ik voel het wel dat ik vanaf 3:30 wakker ben. Ja, wat heb ik daarna nog geslapen? Klemswekker ging 5:30. Ik viel daarna ongeveer in slaap. Dus ik denk van 6 tot 7 nog aan meer zal het niet zijn geweest. Dus ja, dat voel ik wel. Dus ik ga gewoon ook heel even liggen. Ik heb gisteren de was allemaal opgevouwen. Dus die hoef ik straks alleen in de kast te hangen. Dat scheelt ook een hoop. Dus ja, heel eventjes ook tijd voor mezelf. Dat moet kunnen op deze dag dat ik nog vrij ben. Nou jongens, ik heb toch even lekker een uurtje gelegen. Niet geslapen, maar gewoon even lekker dus gelegen. Ik ga nou even een broodje voor mijn eigen maken. En die andere ligt nog lekker op één oor. Maar ik hoor hem wel echt de hele tijd hoesten. Hij hoest zichzelf gelukkig niet wakker. Maar ik hoor wel dat hij de hele tijd dus aan het hoesten is. Dus ik ben benieuwd of daar niet iets onder ligt. Of daar niet iets uitkomt. Ik weet het niet. We gaan het zien. Omdat hij dus ook zo slechte nachten heeft gehad en zo. Maar goed. We wachten het wel even af. We gaan het wel weer zien. Even lekker broodje eten. En dan kunnen we ook iets meer dan een uurtje Lena weer ophalen. En het is droog. Het is wel echt heel koud. En Liano, dat is een jongetje die niet zijn muts ophoudt of zijn handschoenen aanhoudt. Dus dan ben ik al bang dat hij het gauw koud heeft. Maar ja, wat kun je daaraan doen? Hij trekt het echt de hele tijd af. Maar ik denk dat we dus dadelijk wel even lekker lopend gaan. Even lekker gezond. Even met dubbele wagen van Milena. Dat ze wel ook lekker kan zitten daarna. Maar ik denk dat we dat echt wel erin gaan houden zolang het droog is. Zo, ik loop naar boven, want het is 2:30 geweest. En Liana, die is nog niet wakker. Dus we gaan hem even wakker maken. Maar hij zal ook wel wat slaap inhalen. Hi, schatje. Als je een beetje moe gaat. Hij gaat gelijk zitten, hè? Hi. Oh, die heeft zus op haar, die jongen. Hey. Was je zo moe? Ga je mee je zus ophalen? Cookie toch? Ja. Was je zo aan het hoesten ook? Mama hoorde je ook hoesten. Mama hoorde je ook hoesten, jongen. Nou. Ja, je zult het zwaar hebben van al die slechte nachten, hè? Dan steeds zo vroeg wakker, hoor. Moet je weer wat beter slapen s'nachts? Nee! Zeg je nou nee? Zeg je nou nee? Ja. Gaan we je zus ophalen? Ga je mee? Kom maar, gaan we je zusje ophalen. Nou, wij lopen buiten. En ik heb natuurlijk nu een nieuwe jas, blauw. Maar ik had natuurlijk een wintermuts in de kleur crème bijpassend bij mijn vorige jas. Ja, die staat hier nou niet bij. Maar wij gaan loodjes trekken met kerst. Dus ik heb hem op mijn loodje gezet. Een donkerblauwe muts. Maar nu vond ik deze. Die ding is echt jaren oud. Maar ja, prima. Hij zit wel lekker warm aan de oren. Want, nee, je ziet niks. Het is wel koud. Ja, dan zit ik hier. Het is wel leuk, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Mijn klant heeft dus ook een nieuwe jas. Een donkerblauwe. Liana heeft donkerblauw en ik heb donkerblauw. Alleen Milena heeft grijs, maar goed. Dat maakt niet uit. Dan gaan we dus lekker lopen. Lekker Milena ophalen. En dan straks lekker soepje maken. Lekker groentesoep, lekker warm. Zodat lekker met het weer, hè. Maar eerst even een stukje lopen. Ook met hem hier. Jullie.
Lily. Hij zit het liefst helemaal zo voorover gebogen. Ik vind hem ergens doodeng. Maar goed, hij heeft die bandjes goed om. Maar ik ben zo bang dat hij er dan zo in één keer toek voorover uitvalt. Maar hij doet het altijd. Het gaat altijd goed. Dus het zal wel niet. Nou, wij zijn weer thuis. En Milena wil trots laten zien dat ze het opgegeten heeft. Dus ik ben benieuwd. Laat maar zien. Ja. Eens kijken. Nou. Nou, alleen nog een klein beetje paprika. De broodjes helemaal op. Het eitje helemaal op. Een klein beetje maar. En nog een klein beetje mandarijn. Nou, dat is al een stuk beter, schat. Mag ik er nog een beetje ei? Nee, we gaan zo meteen lekker soep eten. Gaan we eten? Soep met balletjes. Lekker? Was het weer leuk? Mag ik die er nog meer in doen? Ja, als die op is, dan denk ik niet. Moet je een beetje drinken? Ja. Moet je hierin. Moet je iets lekkers? Een snackje? Een snoepje. Een snoepje of een paar chippies? Nou, ga maar eens kijken. Terwijl de kindjes even een lekker koekje en wat drinken hebben. Heb je ook een koekje opgegeten? Nou, dat maakt toch niet uit. Dus er is zoveel in. Ga ik even lekker vast de gehaktballetjes draaien. En de soep opzetten. Even lekker een grote pan maken. Even kijken. En zo. Dan gaan we even lekker een bakkie groentesoep kunnen eten vanavond. Dus dat is wel lekker. Maar dat draaien erbij toch wel even mee bezig. Dus dat gaan we nou even eerst lekker doen. Nou, en zo snel kunnen we de plannen wijzen. Dan Milena zag wel even balletjes goed maken. Ze wil graag helpen, hè? Ja. Even lekker helpen, mama. Zo. Dan was je toch al bijna thuis. Nou, bijna niet. Ik was nog niet begonnen. Nee, alleen de soepje opgezet. Nee. Ja. En mam, weet je wat stukje ik ga doen? Kijk, ik maak een sabbere mens. Wat maak je? Een mens. Een mens, nee, je moet gewoon balletjes. Plat. Kijk, zo. En dan zachtjes erin. De vorige keer toen jij hielp, toen spetterde alles zo helemaal tegen de muur aan. Hè? Draaien. Kijk, draaien. Kan jij het doen? Kijk. Lekker aan de tafel, want Glenn is thuis en we gaan lekker dus een groentesoepje met een broodje eten en een soepstengel alleen. Alleen Voliano. Proosten. Heb ik nog een groente. Het is niet echt fijn zo. Een groentehapje, omdat hij kan gewoon echt nog geen soep eten. Wel een paar hapjes van ons, maar Milena kon nog wel al op deze leeftijd. Ja, dankjewel. Proost. Proost. Dankjewel. Milena kon nog veel beter met bestek eten op deze leeftijd. Hij heeft handen en voeten. Ja, ja, jij is warm, jongen. Je moet heel even wachten. Heel even wachten. Dan kan je dadelijk ook daar aan soppen en lekker eten. Nou, dus wij gaan even lekker genieten van een vers bakkie. Groentesoepen met balletjes. Ja. Wat een kliedeboel. Zo vies alles. Wat is er? Wat wil je? Drinkbeker, alles, zo vies. Waarom moet jij het zo vies alles maken? Jij bent vieskind. Vieskind. Lekker, lekker de soepje. Ik ben even met mijn stokbrood op. Lekker meid. Lekker met de balletjes. Goed zo. Nou, die Anna eet ook nog wat soep, maar er komt gewoon dan echt letterlijk niks in zijn mond. Dus ik heb hem net een beetje aan een paar hapjes gegeven. Oh, kijk wat hij nou gaat doen. Kijk wat hij gaat doen. Ik ga tijd om gooien. Nee, ik wil ook. Maar je hebt je eigen soep toch nog? Ik wil hier eten. Nee, dat kan. Dat is vandaan hier. Lekker. Je eigen lepeltje. Oh, je wilt ook zo slurpen. Zo. Rustig doen. Dit is zo drinken. Rustig. Je hebt af en toe echt energie te veel.
te weinig. Net bij je moe lig je als een laksvogeltje op de bank. En dan had ze in één keer weer energie. Hij Mama, mag ik hem niet doen? Niet doen! Veter trekken, doe normaal. Nee, want dan trek je hem dadelijk uit de broek. Loslaten. Ah, koeienvla. Ja, koeienvla. Zullen we dat koeienvla geven? Ja, proost. Het gaat helemaal mis daar. Hij wil het wel, maar iets houdt hem ook tegen. Zullen we eten drinken? Kom maar. Hij weet, dit gaat gewoon fout. Ja, doe maar drinken. Wat gooi je nou, Melina? Bijna. Hij doet het wel echt heel voorzichtig. Ja, dat moet op. Goed zo. Lekker? Nee. Ja, je doet het goed voorzichtig. Oh ja, nou gaat het al gelijk iets minder voorzichtig, maar het gaat nog goed. Maar hij dacht na die tweede keer, dacht ik, oh wacht, kijk, hup. Kom eens hier, neus. Dat heeft nu nog geen nut hoor. Nee, we zitten oranje in de neus. Goed zo, lekker hè. Nou, de kindjes liggen lekker op bed. Ik ben lekker in bad geweest. En we gaan nou de avondje afsluiten met een lekker stukje sushi. Dus jongens, bedankt allemaal weer voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet te liken en te abonneren. En we zien jullie weer bij de volgende vlog. Doei doei!